Hallo, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben in Letland. Jawel, kijk eens aan. Oei, nee. Peter. Ik ben in Letland dus. Ik ben hier een paar dagen met een hele grote groep van mijn allerbeste vrienden. Op uitnodiging van Coca Maya om een prachtige eco-village in het midden van de natuur te ontdekken. Ik ben super benieuwd, want ik ben hier nooit geweest. Ik wist ook totaal niet wat ik moest verwachten. We kwamen hier gisteravond aan, heel laat. En ja, het was hier niet aan het sneeuwen of zo. En we werden deze ochtend heel vroeg wakker en verrast door een dik pak sneeuw. Dus ik ben heel excited, omdat we gewoon heel veel buitenactiviteiten gaan doen. En ja, we zijn helemaal in een gezellige sfeer met de mutsje en de wanten en de skikleren en zo. Dus ja, ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie een beetje Letland laten zien. Ik ga jullie ook het huis laten zien, want het is echt een prachtige chalet. Waar we allemaal samen slapen. Twee chalets zelfs. Dus ja, ik zou zeggen, kijk even mee. Helemaal leuk. Dag pa. Hey, goedemorgen. Oh, zo leuk in de sneeuw. Leuk hoor. Zelfs wat nattige sneeuw. Maar dat is 2 jaar geleden dat we samen nog in de sneeuw zijn geweest. Wanneer dan? Het vorige winterwonderland. Oh, in de Ardennen. Amai, wow. Ook goed, maar dit is wel echt next level, hè? Dit is check dit. Een schommel. Een schommel. We zijn aangekomen bij onze eerste activiteit in the middle of nowhere, zoals je ziet, in een bos. En we gaan huskies leren! Yay! Ja, we zijn heel blij. Dat is hier, er is ook niemand, dat is hier totaal niet toeristisch ofzo. Ik denk dat niemand een idee heeft dat dat hier kan. Maar we zijn hier om het vandaag te doen. Heel leuk. Al de hondjes komen uit gezinnen die daar niet voor konden zorgen. Dat zijn allemaal rescue dogs eigenlijk. En ja, dan gaan wij een ritje mee maken. Korte ritjes. Je moet van boven. Shit. Ja. Mijn jas. Kom mee, Paulien. Allee. Allee dan. Set. Misschien we nog even terugkomen op van die rescue dog. Dus al deze hondjes komen van mensen die die hebben gekocht, in huis genomen. Maar ja, die hebben heel veel zorg nodig en die kunnen daar niet meer voor zorgen. Zoals deze kleine jongen. Dat is nog maar eentje van, denk ik, 6 of 7 maanden, zeiden ze. En die had een operatie gehad. Maar die operatie was zo duur dat die eigenaar die gewoon niet bij de dierenarts is komen ophalen. Heel triestig. En dan is hij hier terechtgekomen bij al zijn vriendjes. En zo hebben al die honden hier een beetje een verhaal. Dag hondjes! Kijk, okay, die zijn Koffie! Oh, hey! 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 Oh, hey! Wil je ook een eitje? Je bent een kleintje! Je bent een kleintje! Hey! Ja! Ja! Oh! Ma, cutie. Hebben jullie zin om met de handjes te sleeën? Ja, mega veel zin. Dat leuk zijn. Er is ook een klein beetje sneeuw, zie ik. Maar ja, niet genoeg. Maar er is een oplossing voor, hè? Blijkbaar zijn er wieltjes. Er zijn wieltjes. Kabouterpap. Zijn jullie hier klaar voor? De handjes ook. De hondjes zijn net gewisseld van team en die zijn allemaal aan het blaffen om de beurt om te kunnen vertrekken. Die waren echt. Ik zei het met. Dat is echt zot. Vanaf dat die truck vertrekt zijn al die hondjes super rustig. Gewoon te wachten. En vanaf dat die sleet terug is, zijn die allemaal aan het blaffen en excited om mee te doen. Heel cute. Yo, yo. Oké, okay, good to go. Oh. Dat gaat goed vooruit. Oh. Die hondjes zijn op de kant. Wat is dat?
zijn terug van het husky sleeën. Husky sleeën is het allerleukste van de hele wereld. Ja, vonden jullie het leuk? Ja, dat is fucking nice. Het was echt epic. Mis die beesten nu al. Wat gaan we nu doen, jongens? Sushi maken! Sushi maken! Ja, yeah, it's okay. You can take more. Ah ja, yeah, okay. Yes, you see? Slowly. You can just, you see, at the top. Don't need a brush. No. You just, Meer naar uw randje, twee dingen van uw rand. Niet? Ja, maar hier was dit. Och, jongen. Hoeba. I'm done. En niet doen, drukken. Voilà, je zit er. En nu open doen. Nu goed aanduwen een beetje. Ja? Maar niet te hard. Maar op, ja. Ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik vind dat heel veel. Ja, je hebt de sushi. Hij is een beetje plat. Voilà. Master at work. Zou die gelukt zijn? Ja! Woe! Oké, Ansootje. Maar het is niet zo heel moeilijk om de rijst te maken. Ja, zoals bij jullie wel snel bij het begin. Gewoon, ik had veel meer rijst gedaan. Genieten. Echt genieten. Echt genieten. Dit prachtig paradijs. Look at you! Dus dit zijn onze gerolde sushis. En dit zijn de sushis van de chef. Jawel. Ik zal een bosje maken, ja. Is dat een niet hoofd? Dat speelt voor mij geen sushi rol, zegt. Ja, en dat staat op camera. Heel mooi. Voor Mathieu scheelt het hier een sushi rol. Maldon zout en beestje. De spinazie! Hier is ook spinazie. Ja, ik ben moe, ja. Alsjeblieft. Michel? Okay. Ja? Ja. Ook een goeie morgen. Tijd voor een kleine rondleiding. Dit is het eerste huis, het grootste huis waar we verblijven. Hier in het dorpje Amatsiem, ik weet niet hoe dat uitspreekt. Deze villa is voor 9 personen. Ik ga jullie eventjes een rondleiding geven van hoe het hier allemaal uitziet. Oep. Wandelschoenen. Heb je echt nodig hier om te wandelen natuurlijk. We gaan hier door de gang met allemaal slaapkamers. We komen hier in de living. Aha. Met een grote keuken. En een super mooi uitzicht, maar ik weet niet of je het goed kunt zien. Wow. Het is eigenlijk een dorpje dat gebouwd is op een moerasgebied. Dus er zijn overal van die swamps en meren. Echt omringd door natuur, basically. Even kijken hier, Bab. Hallo! Hey Bab, ik dacht al, ik ben hier helemaal alleen een rondleiding aan het geven. Ik kom hoor, heel awkward. Er zijn nog mensen gaan dus. Met slaapkamers. Slaapkamers, daar is Vincent. Oh, Vincent is een broek aan het vechten, hé, Vinny. Hallo, hi. Mag ik even een kleine, kom binnen. Snelle, dit ja. Dit is een corner room. Dit is een corner room, ook weer met een mooi uitzicht. Dat is echt crazy. Zoals jullie kunnen zien. En een privé terrasje eigenlijk, ook een beetje. Oeh. Als je het raam hier open doet, kun je buiten op het terras. Er zit nu wel een vlieger aan boord. Nice. Mooie kamer jongens, goed gekozen. Top, helemaal leuk. Tot zo, hè. Tot ziens. Nu, er zijn verschillende verdiepingen. Dus op de eerste verdieping, of op de gelijkvloer, is er eigenlijk een eerste appartement. En op de eerste verdieping is er een tweede appartement. Weer met hetzelfde mooie uitzicht. Tada! Gorgeous. Ook een tweede keuken nog, trouwens. Ja. Oh, ik ben helemaal buiten adem. Van gewoon het wandelen tijdens deze video. De kelder is echt waar de magic happens. Het is namelijk een spa-kelder. Met een wasmachine.
We horen de wasmachine, dat gaan we even cancelen. Hier zijn we. Eerst en vooral de bar. Dus je hebt beneden nog een gigantische privébar. Dan... What? Massive chill room. Ik zit hier super privé. Heel cool gedaan. En dan... Ik zie hier een hele witte ruimte. Met een bad. Er is nog niemand in geweest. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat niet snel gaat gebeuren. Ja, moet wel. En hier hebben we een sauna. Wow. Met ook uitzicht buiten. Dus dat is wel echt heel cool. En dan tot slot in het wellnessgedeelte hebben we een jacuzzi buiten. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb er al 's avonds in gezeten. En in de stilte, want het is hier een silent village. Dus het is echt wel voor de rust dat je naartoe komt. Maar dat is echt geweldig, kijk. Oeh, nee, moeilijk. Anyways. Zo, dat was huisje nummer 1. Ik ga jullie meenemen naar huisje nummer 2. Dat is voor 4 personen. Die heeft ook een wellnessgedeelte. En ook nog een paar andere features. Dit is eigenlijk een heel modern huis. En het andere is een meer traditioneel huis. Wat meer echt zo de Letse blokhutstijl. Ik neem je mee. Deel 2 van de rondleiding met Anne-Sophie. Hallo. Ja, we staan hier voor het tweede huisje. Huisje zeg ik. Het zijn helemaal villa's dat niet kan. En Vincent is er ook. Iedereen is echt super enthousiast om naar deze video te gaan. Thanks guys. Nee, rondleiding, huis nummer 2. Hier kan je met 4 personen slapen. Het is ook heel tof gedaan, vind ik. Ik vind vooral de eethoek heel gezellig. Even bijstellen, ja. Heel leuk om te zitten. Grote keuken. En het salon. Dit heeft echt wel meer zo die chaletstijlen. Snap je wat ik bedoel? Het nice is... Het is een houtkachel. Dus als het dan zo buiten sneeuwt, kacheltje aan. Heel tof. En het uitzicht hier is ietsje anders. Hier heb je eigenlijk een soort van privé meer of zo. Ik denk dat Ginder Marie en Mathieu bijna in het water gaan. Heel leuk. Dus dit is het gelijkvloers. Ah, hier is ook een slaapkamer op het gelijkvloers, maar een beetje rommelig nog. Niet opletten. Dan ga ik even naar boven. Tompotompotom. Hier is nog een salon. Ah, de gasten. Goedemorgen. Hey, kus. Dit is eigenlijk ook een heel gezellig salon, vind ik. Ja. Toch? Op een of andere manier een heel gezellig salon. Die tafel, hè? Check it out. Zie, joh. Dat is precies Gucci van binnen. Dat is Gucci. Op Dior. Oh, dat is het design. Hier is nog een slaapkamer en een badkamer, denk ik. Hè? Badkamer met een hoekbad. Waar je dan ook zo naar buiten kunt kijken. Heel romantisch allemaal. En natuurlijk slaapkamer. Deze is ook heel fijn. Klein maar fijn. Zo. En net zoals bij het andere huis is er ook een wellnesskelder. Die ga ik even tonen. Precies. Bye guys. Kelder nummer 2. Met ook echt een even impressionant uitzicht eigenlijk, vind ik. Met de jacuzzi. Daar is de ochtendwandeling bezig van de rest. Oh, maar echt. Dit is zo cool. Dus hier is een chill zone. En... lichtje aan. Een hele grote douchekamer. Wat echt vet is. En natuurlijk... een sauna. Deze is zelfs nog ietsje groter dan die andere. En die heeft ook wel echt een heel leuk
bosuitzicht. Oh, nee, het is hier echt absurd. Het is ideaal om een paar dagen gewoon weg te zijn van de wereld en in de natuur te zitten. Voilà, dat was de rondleiding van beide huizen. Ik heb niet echt een voorkeur eigenlijk. Ik vind ze allebei even leuk. Nu, het grote huis is voor ons ietsje fijner om in samen te komen. Omdat we daar allemaal samen kunnen eten dan. Maar dit is ook wel echt tof. Heel gezellig, heel privé. Nu gaan we wandelen. Van deze namiddag gaan we het park hier een beetje verkennen. Allee, het park is eigenlijk een soort natuurdomein dorpje. En gaan we wandelen. Ja. Blijkbaar gaat het straks nog sneeuwen, dus ik ben heel benieuwd. We'll see. Ik maak een kleine wandeling op het terrein. Het blijkt hier veel groter te zijn dan ik dacht. Cool. Het meer is zo semi-bevroren, maar niet echt. I don't know. Wel best scary. Leuk jongens. Maar ik moet eigenlijk achter ze voren. Ja, dat is ook. Dan moet je heel draaien. We gaan nu naar zijn we er bijna aan het soorten? Weet je nog waar we zijn? Ja, nu wel. Ja? Daarnet niet, hè? Nee, daarnet niet, sorry. Is het niet erg? Oh, dat rolt mee, hè? Ah, we zijn net gaan wandelen. En we zijn helemaal moe. En in de sauna geweest om te ontspannen. En daarom zijn we zo rood. En nu gaan we in de jacuzzi. Jacuzzi! Het is vandaag echt gewoon zo outdoor en wellness dag. En we hebben ook heel veel hints gespeeld. Uitbeeldertje. Uitbeeldertje? Dat is nog echt het beste spel ooit. Mega goed. We zijn een goed team met u. Wij zijn elk gewonnen. Het is niet dat mijn punten was, maar het is gewoon. Jacuzzi! Woehoe! With the view. Check dat. Kom erbij hoor, jongens. Wacht hoor. Oh. Vooral aan je voeten, hè. Oh. Ja, dat klinkt ook allemaal. Hey. Ik kan niet zeggen dat het ongelooflijk is. Hey boys. Heel goed hier. Zo heet waar je bent er ook. Lekker warm. Ik ga je helemaal niet dood, hè. Kijk, zie je hier de sauna? Dit is voor YouTube, jongens. De sauna is fantastisch, hè? Ja hoor. YouTube, ik ben het van hier. Daar. Is goed gebouwd. YouTube. Dat is van Oeh, deze is ook wel creep. Maar je moet eens zien, bijvoorbeeld helemaal in het begin, zie je dan bijvoorbeeld, ja, meer zo... Typisch let's dessertje blijkbaar. Zeg, laat smaken. Het heet let's eat. Sorry, huh? Je bent bezig. Nee, ça va. Het is een floating island blijkbaar. En ik ben vergeten wat erin zit. Eiwit. Suiker. Suiker. Vanilleroom. Dat is het. Start. Goedemorgen iedereen. Het is de laatste ochtend, we hebben alles ingepakt. We zijn klaar om dit prachtige huis te verlaten. Hoi! Hoi! Het is een superleuk avontuur geweest. Gewoon op stap met al mijn beste vrienden. Dat is ja, kunnen niet overtreffen. Hè. En dan in zo'n mooi natuurgebied. Mwah. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat me vooral weten in de comments. Of jullie nu ook zoiets hebben van, amai, Letland moet ik eens gaan bezoeken. Of dat jullie toch zoiets hebben van, iets te rustig voor mij. Let me know. Ik ga trouwens ook nog een blogpost maken. Of die heb ik intussen al gemaakt, als jullie dit zien. Met alle adresjes in en praktische informatie. Dus daar kun je zeker ook nog altijd op teruggaan. Om dingen te checken als je zelf eens bijvoorbeeld naar Letland zou willen gaan. In de link, hier onderaan, normaal gezien. Alright, ja, dat was hem dan, de vlog. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know. En tot snel. Bye. Dag. Dag. Ja.